Hallo mensen en welkom weer bij Aim Kiddo. Ik was nog niet aan het opnemen. Ik was gewoon een normale run aan het spelen. Of gewoon voor mezelf. En in één keer dacht ik bij mezelf van, hey, Devin, het gaat freaking lijp goed. Aangezien ik Mom's Knife heb en we pittig goed bezig zijn, dat soort dingen. Dus ik dacht bij mezelf van, nou, Devin, dan vind ik wel dat je echt even mag zeggen van, nou, hey, weet je wat? Nou doen we gewoon ook gelijk doorgaan. En we nemen gelijk op en we doen dit en we doen dat. Tjubidubab. Dus ik dacht van, nou dan nemen we gelijk op. Want we zijn zo goed bezig. Nou, dat vind ik wel opnemen waard. Even kijken, wat doet het? Oh ja, het rolt echt alles. Letterlijk alles. Oké, lachen. Dat was het. Ja, ik zat net al te denken van, ja, wat deed het nou ook alweer? Toen besefte ik me in één keer van, oh ja, nou weet ik het weer. Even kijken. Oeps, shit. Ja, man, het mag niet zo zijn dat ik nu in één keer zo van, dood ben. Ah, oh, nee! Oh, man. Dit meen je niet! Dit... Echt. Serieus? Serieus, Dijveen? Oh, dit is echt ernstig. Heel de tijd goede runs. Ik begin met opnemen, mensen. En, ik weet het niet, man. Ik weet echt niet waar het aan ligt, maar slecht, jongen. Echt slecht. Bleh. Maar in ieder geval, echt, oh man. Ik weet echt niet waar het aan ligt, maar telkens als ik weer begin met opnemen, dan heb ik me toch slechte runs. Echt, afgrijzelijk. Zo slecht. Ik heb het helemaal nergens over gewoon hoe slecht. Ik snap ook niet waar het aan ligt, of hoe het komt, of wat, of... Nou, range down, joepie, woepie, woep, woepie, woep, woep. Maar in ieder geval, ja. Ik hoop dat jullie weer genieten. Ik geniet alweer niet. Ik begin gewoon alweer in die hatelijke haatmodus. Want ja, ik was net zo lekker bezig. Mom's Knife, heerlijke damage. En dan weer, waarom heb ik zo weinig HP? Waarom, Eden? Waarom doe je me dit aan? Why you do this to me? Why? Ik heb echt zo'n hekel aan die ventjes. Ja, voor dat evil match poop. Een soort van... Oh, wat sorry. Waarom doe ik dit soort dingen? In ieder geval, ik hoop dat jullie weer kijken en weer genieten. Want, oh man. Echt, dit is echt triest. Telkens weer, jongen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar telkens als ik begin met opnemen, ik krijg afschuwelijk slechte runs. Of ik krijg fantastisch mooie runs. Maar ik haal het gewoon niet om de een of andere reden. En dan denk ik bij mezelf. Devin, waar ging het fout? Gaat goed. Doe het nog een keer. Ah, fout goed. Doe fout. Ah, man. Ik snap er echt niks meer van. Helemaal niks. Oh, dit is echt gewoon gestoord. Dit is echt gewoon echt gestoord. Het sluit gewoon helemaal nergens meer op. Oh, wat gaat met je bom dingetjes. Oh, what a mom's knife. Serieus, mensen. Mom's knife. Echt, ik heb een... Scheid. Ah, oh, scheid hekel aan die poep. Eerlijk is eerlijk, maar ik heb helemaal geen zin in een run met iedereen die er zo uitziet. Weet je wat? Ik ga gewoon even... Gewoon met mijn iedereen tokens een paar opmaken. En even checken of er iets leuks uitkomt. Want... Wat is dit? Horn of the Unicorn. Even kijken. Is interessant, maar nee. We gaan gewoon heel even... Ja, ik weet, je denkt misschien van... Fuck the fame. Wat doe je? Je verliest al je Eden tokens. Maar ja, ik heb zoiets van... Ja, scheid. Ik komen wel betere momenten dat ik denk van... Hé, nou ben ik blij dat ik een Eden run heb. En ik haal de woon nog vaak zat, dus... Nieuwe run. Eden. Ah, man. Echt
Scheidvervelend. Even kijken wat hierin zit. Oh ja, tijdbom. Want ja, we willen allemaal dood. Nee, ik wil niet dood. Nou. Even nog een keer checken. Checkie. Even kijken. Nee. Dat helemaal niet. Dat is gewoon of de unicorn al niet pakken. Nou ja, we jouw kleine stompje ook niet pakken. Even kijken. Schaar, Curse of the Lost. Nee. Ik heb een kopie niet zoveel zin in. Oké, kom op, geef ons iets leuks. Nee. Ja, sorry mensen, maar ik denk van, hey, ik kan mijn intokens net goed even fatsoenlijk gebruiken. En dan dacht ik zeg van, shit, had ik maar wel. Ik weet het niet. Dit is interessant. Waarom vraag je misschien af? Nou, de damage is redelijk netjes. En best wel wat. Waarom was er net heel eventjes van die armor? Van die piercing shots. Je zult van ze denken van degene wat de vuurkwaar gaat. Heel deze aflevering over. En dan kan ik je vertellen. Deze aflevering is gewoon een mengelmoes van gefaal. En allemaal onzinnige dingetjes. Die helemaal nergens op slaan. Dus bereid je maar alvast voor. En hopelijk geniet je, of anders geniet je niet, dan geniet je niet. Ja, ik ben op een faalstreek. Oh, juk. Echt, ik voel me echt verschut. Oh, man, ik verlies gewoon de zin om te leven. Gewoon, alleen al van het feit van, nou, Devin, misschien zit die leuke runner niet meer voor je in. En dan heb je gewoon pech. Oké. Alleen, ik wil nog steeds zo. Ik weet dat jullie denken van, nou, Devin, quadshot, 3 tiers, is nice, is heel nice. Zeg ik ook niet. Alleen heb ik zoiets, als ik in mijn dingen niet iets beters krijg, heb ik zoiets van, waarom zou ik ermee doorgaan? Waarom zou ik die moeite nemen? Oh, fuck, laat het maar zitten. Goeiedag, goeie genade, monster mee, wat deed daar eigenlijk? Alleen 1 kamer? Oh ja, wow. Zo'n vet lijp. Voor 1 roemen mannetje. Nou, nog 2 keer en anders gaan we gewoon even een paar keer met los spelen. Oh, Lord, nee, echt. Volgens mij is dit de laatste keer. Even kijken. Ja, laten we onszelf opblazen. Boei. Krijg ik geen damage? Apart. Dat wist ik niet. Dat is wel een beetje vreemd. En komisch eigenlijk. Dit is heel grappig. Echt heel grappig. Ik denk dat we hier wel iets mee kunnen fixen. Ik denk het wel. Ik denk het serieus echt wel. Ik denk dat dit heel interessant wordt. Zo'n wending heeft me... Oh, kom op, Devin, alsjeblieft. Speel dan wel fatsoenlijk. Dit zou... Dit is een grappige wending. Ik ben benieuwd of Secret Rooms het zo kunnen openen. Ja, dus. Oké, ik denk dat dit wel echt een heel leuke run gaat worden. Ik heb er wel vertrouwen in, eerlijk gezegd. Even kijken. Moeten we wel eventjes checken of... nee, niet. Dan zit hij waarschijnlijk hiernaast. Hier zo. Wauw, niet? Oh, apart. Vreemd. Wow, oké. Kan ook. Je weet nooit waar die dingetjes zitten. Hoppatee. Je moet soms wel oppassen met opblazen van die dingetjes. Want ja, je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. Maar dat maakt niet uit. We gaan gelijk verder. Ik heb er nou eindelijk vertrouwen in. En hoop echt gewoon dat het goed gaat. Want echt. Ik dacht echt bij mezelf van oké, dit wordt echt totaal niks. Oké, een beetje jam damage.
Beetje jammage, beetje jammage. Beetje jammage. Oké, dit is pretty nice, pretty nice. Kom op, nice, nice, nice. Zo, hij is af. Hoppa, kijk, dat ging niet verkeerd. Niet verkeerd, niet verkeerd. Zo, eerste floor hebben we gehad. Op zich een heel, heel apart begin. Even kijken. Interessant, interessant. Oelala. Even kijken, zo. Alleen wat damage up is welkom. Echt heel welkom wel, gewoon. Nou, even kijken. Zo. Hey, gelijk hier. Oh, ja. Yeah. Nice. AP up dadelijk. Dat zie ik al wel. Ik voorspel een zonnige dag. En veel genieten. Heel veel genieten. Ik denk dat we hier wel echt komen op daarheen. Oh, sorry. Ik kan toch niet. Dat is ook slechte beestjes gaan lopen verliezen. Even kijken. Zo. En dit kan weg. Oké. Even kijken. Wil ik iets kopen? Wil ik iets kopen? Even kijken. Oh, ik kan niet heel veel kopen, maar ik zit te twijfelen. Ik weet niet. Ik weet niet. Weet je wat? We lopen even verder en we checken dan wel of we misschien nog iets willen. Of we nog ergens heen willen. Of we nog iets willen halen, bedoel ik. Heen willen. Ik weet niet waar we heen willen, maar we kunnen nergens echt heen. In ieder geval, volgens mij heb ik dingen ook nog niet met ieder gehaald. De chest. Volgens mij heb ik nou een chest met een paar characters varen gespeeld. Ik denk 2 of 3, denk ik. Met Lazarus volgens mij, met Isaac en met Magdalene. Wat wel nice is. Maakt niet uit. We hebben genoeg sleutels. Dus is allemaal oké. Okay. Hey. Oké, nice. Bum friend. Eerlijk is eerlijk. Kan deze run beter? Ja, ik denk het wel. Maar mij hoor je niet klagen op het moment. Zo van, nee. Hey, ik denk, deze run is prettig nice. Ja, ik kan me hier best wel in vinden. Even kijken. Zo, laten we eens verder. Bum, 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 bum. Even kijken. En ik had iets gehoord van nog een soort van extra chest. Ik heb het zelf helemaal niet uitgezocht, maar extra chest die gaat naar Super Mega Satan of iets in die richting. Had ik gehoord. In Sheol, maar dan nog dieper zoiets. Een soort van chest eigenlijk. Maar ik weet niet. Ik heb die nog niet vrijgespeeld. Ik weet dus ook helemaal niet hoe die gaat of hoe die loopt. Dus dat is allemaal nog een hele grote verrassing eigenlijk. Oh, kom op. Jammer. Jammer. Blijf gewoon stilstaan. Oké, op zich. Oh, dat was niet handig. Ik dacht van hoe dichtbij moet ik eigenlijk staan om damage te nemen. Maar op zich hoefde dat dus niet heel dichtbij. Ik weet niet, ik ben wel bang om in de buurt te gaan staan. En het is ook niet echt mijn plan om in de buurt te gaan staan of zo. Dat werkt ook niet echt heel lekker. Even kijken, Pageant Royal. We hebben nou echt heel veel munch. Misschien moet ik even dingen halen. Dadelijk even. Daar hebben we helemaal niks aan. Dus gaan we ook niet doen of zo. Nee, niet doen. Even kijken in de shop. Gaan we die halen? Ja, die gaan we halen. Damage plus challenge up. Interessant. En dan gooi je gelijk hier 10 muntjes in. En dan. Kom op. Waarom loop je nou weer vast? Stom ding. Nou, 4 een hartje erbij. Dat is nice. 3 hartjes plus nog 2 grijze soulhart. Dat is niet verkeerd, al zeg ik het zelf. Dat is zeker niet verkeerd. Even drinken. Mm.
Je moet ook goed blijven drinken. Tip van de dag. Drink genoeg. Want wie niet genoeg drinkt, drinkt niet genoeg. Ja, zo is het best eigenlijk, denk ik. Als je niet genoeg drinkt, ja, dan drink je niet genoeg. Dat is een van die wijsheden zo van, even bedankt voor de tip. Dat wist ik nog niet. Ik dacht van, als je niet genoeg drinkt, dan ja, drink je niet genoeg. Toch wel zo'n wijsheid al kennen. Op zich werkt dit prima, al zeg ik het zelf. Dit werkt zeer prima. It's a mystery. Oké. Hier niks. Oh, wacht. Krijg damage? Dat is niet handig. Daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn met die paddenstoelen. Heel voorzichtig zelf, denk ik, want ja, ik weet niet. Even kijken, kom op. Ga neer. Alleen damage zou wel fijner zijn als ik nog wat extra damage heb. Even kijken, wat vinden we hier? De snoer, geen idee wat het doet, eerlijk. Eerlijk is eerlijk, maar ik denk zo van, hé, weet je wat, waarom ook niet, baal het. Baal het gewoon. En, oké. Soms, ja, ik heb echt het gevoel dat ik nou echt voor mijn tijd spreek. Even kijken. Eerlijk is eerlijk, ik wil even checken. Ik had het gevoel dat ik niet meer ging van zijn bom. Maar ja, om dat nou te gaan testen is ook zoiets van. Ben je een beetje gek? Ja, een beetje. Maar ja, dan nog ga je dat niet testen. Hoppatee, opgelost. Hoppatee, opgelost. Opgelost. Wauw, dit gaat pittig goed, eerlijk gezegd. Werkt wel, werkt echt. Kom maar. Hoppatee. Hoppa. Even kijken, we hebben nog niet de treasure room gehad. Dat is wel lastig vinden. En zo. Juk. Even kijken. Hier heb ik Koikoen. Even kijken. Hey, we hebben hier weer iets gevonden. Weer een hartje erbij. Altijd welkom. Dat is een van die dingen die je moet gewoon open blijven staan voor het publiek. Gewoon omdat kan. Weet je. Oh wacht, hebben we al wel gehad. Wauw, ik zit echt lijp. Ik dacht dat we treasure room niet hadden gehad. Of dingen room, ik weet niet meer hoe het heet. Maar. Wauw. Dan merk je wel weer van dat heen. Volgens mij ben ik niet meer wakker. En dan zeg ik zo van. Dat klopt, ik ben ook niet meer wakker. Daar heb je gelijk in. En oh man, ik heb echt zoiets van. Ai. Oké, ik zie al dat we dit niet gaan halen. Dat je bij jezelf komt op TV. Stel niet waar, je bent een goede kerel, je kunt dat soort dingen. Ik ga jou blasten van dichtbij. En hopen dat het werkt of zo. Krijg je hartjes van mijn eigen damage? Heel raar. Weet je wat, mensen, ik laat die bij. Ik zie dit toch niet beter worden. En ik heb zoiets van, weet je wat, dan vind ik het hier wel prima. En zo weer genoeg. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk voor meer. En deel het met al je vriendjes en vriendinnetjes. En hoop je de volgende keer te zien. Adios.